sê gou vir my, wat het in jou kop gegaan toe jy die derde ding druk? Ja, eerlijk te wees, ons het beplan om final toe te gaan. En dan wil ons die beker Grootbrak toe vat. Wat beteken hierdie wen vir julle? Ja, wel hierdie jaar se semifinal was moeilik. Die jaar is ons weer in die semifinal in Saldanha. Nou gaan ons final toe. Ons gaan, ons het vir hierdie jaar Augustus maand nog verloor, maar met kozijn is ons verloor wat ons gehad het, het ons een boerse gee en confidence te bouw in die tournament. Oké, great. Maakon, zeg ook mij, wat betekent hierdie wen vandaag voor jou? Ja, ik heb nog net genoemd met die interviews gesproken. Dat is een messer. Goed dan voor ons. Sorry, voorzichtig. Ook niet goed? Ja, eerst wat ik zei, dat was baie messer voor ons. Ik voel die spanning die grootste haar net vandaag gewen. En ons moest om elkaar gezet om elkaar te bed. Ons kon niet anders als net om onze haar te gespeeld te zetten. Wat denk je waar die Helderberg hier de wedstrijd verloren? Ja, ik denk Helderberg was goed geweest op die dag. Zoals ik zei, ik denk ons hart was groter als alles er geweest. Ik denk hulle was baie goed, baie fit. Hulle het gekom voor ons, maar die brotherhood wat ons in elkaar geskep het, ek denk dit is wat ons die ene keer boek aan hulle gevoel. Denk jy, julle gaan in die final speel, eerlijk gesproken? Ons het ons jou wil sê dat ons kan doen. Ek sal nie sê dat ek gesien het nie, maar ons moet bly gloe. En ons moet bly gloe, ons het een keer van die beste in die kaart gespeel. Ja, ek wil dat ons dat woord is, wat ek kan sê, dat is die kaart.